Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Veel wolken boven Nederland en ook in de aanvoer in het westen veel bewolking en dat betekent vandaag een grijze dag en van tijd tot tijd regen of motregen. Soms is het even droog, maar vaker is het nat. Het wordt 10 of 11 graden en er waait een stevige zuidwestelijke wind. Aan zee waait het hard, windkracht 7, mogelijk zelfs stormachtig windkracht 8. Ook vanavond is het grijs en regent het enige tijd. De temperatuur die daalt maar langzaam naar 10 graden. In de loop van de nacht wordt het geleidelijk aan van het noordwesten uit wat droger. En morgen in de ochtenduren kan in het zuidoosten nog een enkele bui voorkomen. Maar van het westen uit breekt de zon geregeld door. En morgen ziet het er dus aardig uit met geregeld zonneschijn. Het wordt 8 graden in de middag en er staat een matige westelijke wind. Vrijdag hebben we veel wolken, staat er veel wind, wordt het 10 of 11 graden en vooral in het noorden is het nat. Zaterdag is het in het hele land bewolkt en nat bij veel wind. En ook zondag hebben we wisselvallig weer met wolken, van tijd tot tijd regen en soms ook veel wind. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.